Good morning, just woke up in paradise. Het is hier echt mooi. Het is nu wel nog wat bewolkt, maar we zijn ook best wel vroeg opgestaan. Want ik vind dat altijd heel erg fijn, merk ik, om als ik op vakantie ben gewoon op tijd op te staan. Dan heb je gewoon lekker veel aan de dag. We hebben vandaag een hele leuke dag voor de boeg. Leuke dingen op de planning staan. We willen vandaag om een kameel gaan rijden. Oh my god, ik vind het wel een beetje spannend. Maar Sandra is echt een avonturier. Die wilde of om kameel rijden of quad rijden. Nou, quad rijden door de woestijn vind ik al helemaal ontzettend eng. En ik heb dat wel een keertje gedaan in Turkije. Maar toen reed Dennis en dan voel ik me gewoon veilig achterop. Dus we gaan voor kameel rijden. Niet zo lang, gewoon heel eventjes om het te ervaren. Ik ben echt super erg benieuwd. Dan gaan we naar Riyadh Bee om lekker te lunchen. En dat is echt een super mooie plek. Echt een hotspot voor bloggers. Alle bloggers komen daar, dus ik zal het jullie dadelijk wel heel even laten zien. En ga nog lekker ontbijten. Misschien nog heel even naar de stad. Dus ik heb er wel echt veel zin in. Ik voel me echt gelukkig dat ik gewoon op een doordeweekse donderdag hier wakker mag worden. Zo, ja, ik ben echt heel erg blij. Ik zie jullie straks weer. Ik ga me heel even fixen. Lekker make-up opdoen. Haar lekker doen. En tot zo. Goedemorgen. Ik heb me lekker heel eventjes omgekleed. Ik heb nog een dikke jas aan, want het is vroeg. En ik merk wel dat het hier vroeg nog best wel koud is. En we lopen nu de ontbijtzaal binnen. We gaan eens heel even kijken wat ze allemaal hebben. Gisteren hadden we hier dus ook diner. Oh, lekker. Van alles. Het ruikt in ieder geval weer goed meteen. Even kijken voor lekker een sapje of zo. Kijk wat ik zie. Ik zie pannenkoekjes en Nutella en allemaal lekkere dingen. En daar zou ik ook al eens je ei kon halen. Nou, dit is meer mijn afdeling. En jij, wat wil jij, Sandra? Sapjes. Ook croissantjes, ook lekker. Kaasje. Ja. Even wat. Oh ja, daar heb je ook allemaal lekkere broodjes. Nou, we gaan nu lekker ontbijten. In een hele mooie zaal. Echt een super grote ontbijtzaal. Kijk, die vloer ook. Alles is hier zo mooi. En ik heb lekker pannenkoekjes gepakt met Nutella en een beetje jam. Echt lievelings. En dit weet ik niet zo goed wat het is, maar ga ik even proeven. Het lag in ieder geval bij de healthy dingen, maar het lijkt een beetje op een soort brownie of zo. Of een broos, ik weet het niet zo goed. Hij is heel hard. Ja? Ja. Oh, hij is ook heel zwaar. Nou, ik ga het dadelijk even testen. Fruit, versie, versie, orange. En jij had een omelet gemaakt. Ook super lekker. We zijn nu wel even in de gym. Die wilde ik even aan jullie laten zien. Ik heb ook een sportoutfitje aan. Hele leuke broek. Hier ben ik echt zo blij mee. Floral broek van Björn Borg. En een top die ik aan heb is ook van Björn Borg. Ja, en hier kun je dus sporten als je daar zin in hebt. Ze hebben echt van alles. Daar heb je gewichten. Allerlei soorten apparaten. En het is wel mooi, want het is hier allemaal heel erg licht. We zijn nu binnen bij de spa. En we gaan al even een rondje maken. Het ruikt hier meteen echt al zo lekker. Super rustgevend. Er staat een zacht muziekje aan. En kijk dit. Oh, dit is echt zo mooi. Ik heb echt zin om hier gewoon lekker te gaan liggen op van die bedjes. Misschien gaan we dat wel doen. Het is hier echt mooi. Wauw. En hier dat water. Het ziet echt super, super relaxed uit. En daar heb je ook nog van die cabines. Ik denk dat je erachter een massage kunt doen. Oh my god. Dat wil ik sowieso nog een keertje doen als we in Marrakesh zijn. Massage. We hebben hier net heel even wat leuke foto's geshoot voor een campagne die ik had voor Björn Borg. Echt heel leuk geworden. Deze top en deze broek. Echt super leuk lookje. Heel erg blij mee. Zometeen gaan we naar een Riyadh Bee. Dat is een hele leuke hotspot. Waar heel veel bloggers komen. Gaan we daar nog lekker foto's maken. Lekker lunchen. Ik kan niet wachten om erheen te gaan. Wat zal ik vandaag eens gaan aantrekken? Even kijken. Ik vond deze wel heel erg leuk. En dan had ik deze schoentjes erbij. Hoe schat is. En deze schoentjes die vind ik echt passen bij Marrakesh. Heel erg leuk. Die zijn van Naked Fashion. Met de code LIEKE20 krijg je trouwens korting. Mocht je dat leuk vinden. Dus die ga ik dan misschien aantrekken. Maar ik vond dit jurkje ook nog heel erg leuk. Panter. Dus even kijken wat het wordt. Oh ja, dit tasje moet ik sowieso ook nog een keer meenemen. Vond ik ook echt Marrakesh style. Dat ik eerst bij de Zara gekocht. Dus ik ga me nu even omkleden. En dan zien jullie zo meteen wat het wordt. Ik heb hem omgekleed. Dit is de outfit geworden voor vandaag. Haren lekker bovenop een staart en los. Vind ik altijd een hele leuke look. Dan heb ik dit panterjurkje aan en een tasje van Jasje Handtasje. Hou van panterprint. Wie van jullie is ook zo'n panterprint lover? Ik kan er echt maar geen genoeg van krijgen. Ik hou de sieraden weer om en ik ben helemaal ready to go. We zijn nu al even een taxi aan het regelen. Want we gaan zo meteen naar Riyadh Bee. Maar kijk ons hotel van de voorkant. Zo mooi. Het is echt super groot. En al die palmbomen en
Het ziet er echt mooi uit. Maar dit is onze taxi van vandaag. Dit zijn mijn schoentjes. Lekker panterbanter. En wat trouwens ook wel echt heel erg grappig is, is dat iedereen hier Frans praat. Dat wist ik helemaal niet. Jij ook niet, hè? Nee. Nee, dat wist ik echt niet dat ze hier die taal spraken. Dus iedereen begint ook in het Frans tegen ons te praten. Nou heb ik dat wel gehad op de middelbare school, maar het is gewoon zo lang geleden. Een paar woorden herken je dan, maar meer weet je ook niet. Maar ik praat gewoon Engels meer. Wij zijn nu bij Riyad B. En het is hier zo mooi. Echt niet normaal. Kijk hoe schattig. Dit hoekje ook echt. En dan kijk je hier naar beneden, naar het zwembad. Het is hier wel echt heel gaaf. Oh my god, we zijn nu in Riyad B en het is hier zo mooi. We hebben net al een paar leuke foto's gemaakt, maar het is gewoon niet te doen. Echt, overal zijn leuke fotoplekjes, schattige hoekjes. Je kunt hier waterpijp roken. Ja, er is gewoon van alles. Met hier echt een Marokkaanse stijl. Ja. Zelfs lezen. Ja, je kunt hier gewoon echt heel even lekker chillen. En wij krijgen zo meteen lunch. Bordjes staan al klaar. Kijk, dit is toch ook zo schattig hoe het hier er allemaal uitziet. Dus wij zitten hier lekker te wachten op het eten. En ja, we zitten eigenlijk lekker te genieten. Net als er trouwens wel nog iets gebeurt, wil ik nog heel even tegen jullie vertellen. We stapten uit de taxi en toen kwam er meteen een jongen naar de taxi toe. En die zei van, die praat in het Marokkaans, dus wij konden dat niet verstaan. En op een gegeven moment zei hij van, ja, ik breng jullie wel naar de plek waar jullie heen moeten. Dus wij dachten, oh lief, weet je wel. Maar ik dacht al een beetje in mijn achterhoofd van, misschien zit er iets achter. Want ik had al reacties van meiden gekregen. Trap niet in jongens die je de weg willen wijzen, want die vragen er geld voor. Maar goed, wij dus meegelopen en toen waren we uiteindelijk hier bij deze Riyad aangekomen. En toen zei hij inderdaad van, ja, geven jullie geld. Maar wij hadden alleen maar 10 euro. Dat vonden we, ja, hoeveel was 10 euro ook weer? Dat is 100 dirham. Ja, 100 dirham. Dus daar vonden wij op zich wel best wel een beetje veel. Dus we hadden even gewisseld, hadden we hem alsnog 5 euro gegeven. Ik weet eigenlijk niet echt wat normaal is hier, maar ja, we dachten echt van, we baalden wel een beetje. We dachten, de volgende keer gaan we echt zelf de weg zoeken. Maar goed, dan hebben we er ook een keertje meegemaakt. Dan weten jullie het. Als je in Marrakesh bent, niet naar luisteren, want ze willen echt geld van je. Dus het lijkt heel wel lief, want dat ze je de weg wijzen. Maar stiekem willen ze er gewoon geld voor. We hebben even de starters gekregen. En dit was aubergine salade. En deze weet ik even niet meer zo goed. Weet je wat dit nou was? Linzen. Kom maar niet precies verstaan. Oh, oké. Okay. En lekker brood erbij, dus dat gaan we hier nu opeten. Ik ben heel even omgekleed en ik heb een heel leuk jurkje aan van Naked Fashion. In combinatie met mijn mooie tas van Toet Ebel. Hier ben ik zo blij mee. Ik kan niet wachten om te beginnen. Het ziet er allemaal zo lekker uit. Yay. Allemaal lekkere dingen. Kip, beef, couscous, pastries. Ik weet niet zo goed wat het allemaal is. We gaan het gewoon lekker proeven. Wat dat betreft ben ik heel makkelijk. Ik lust echt alles. Dus we gaan het gewoon lekker proberen en lekker eten. Bij ons hotel en ik heb me heel even omgekleed. Ik heb een jurkje aan uit de nieuwe collectie van Josh V en ik vind hem echt zo leuk. De tas die ik bij heb is een hele leuke rugtas van By Lulu. Maar ik was super erg aan het twijfelen over dit jurkje, want die hadden ze dus in het lichtroze en in het lichtblauw. Maar ik vind lichtblauw eigenlijk wel leuk staan. Nu willen we op een kameel gaan rijden, want kijk, ik loop heel even naar buiten. The sun is shining! En lijkt me wel heel erg leuk om dan een beetje met zonsondergang kameel te gaan rijden. We zijn onderweg naar de range. Daar staat een kameel klaar als het goed is voor ons. Maar het is hier echt gewoon zo groot. Het is gewoon echt even een stukje lopen. Hier staan allemaal paarden. Echt zo mooi. En we lopen heel even mee. Oh, kijk, hier zijn ze. Wow, ze zijn echt groot. Echt niet normaal. Ik weet niet of ik dat wel op durf. Jij? Oh, we gaan hier naar buiten. Oh, kijk, dit is een groter uitgang. Daar past hij natuurlijk door. Nee, ik ook niet. Jij mag eerst.
Sandra op de kameel. Superleuke ervaring. Ja, dat was echt leuk. Wel een beetje spannend, hè? Ja. Toen hij zo omhoog ging en ook wel naar beneden ging, heb ik echt het gevoel dat je eraf gaat vallen. Maar ja, hij was echt heel braaf. Als je van boven naar beneden gaat, ja, lijkt het wel alsof je in een achtbaan zit. Ja, dat zei je. Ja, dat is echt. Dat je zo van woe, ik ga naar beneden. Van boven naar beneden. Echt, yes. Maar we hebben het gedaan en het voelt goed. Dan kunnen we weer van onze bucketlist afstrepen. Yes. Ik ben nog wel even lekker op de kamer gechilled en toen keek ik op mijn telefoon. En oh my god, het is gewoon al bijna 8:30. Dus we moeten nu echt gaan eten, want ik weet niet tot hoe laat het eten is. En ik merkte gisteren waren we al best een beetje laat. Het waren om 8:00. Ik heb dit jurkje gewoon heel even aangelaten. En ik merk dat het wel fijn is om hier s'avonds een panty onder aan te trekken. Dus ik ben heel erg blij dat ik die meegenomen heb. Want het koelt hier wel s'avonds echt af. Dus ik doe dadelijk ook heel even een jasje aan als ik daarheen loop. Dat is wel nodig. En dan gaan we lekker eten. Ik ben benieuwd wat ze vandaag hebben. Vandaag is er sushi. En wij houden van sushi. Dus we gaan even kijken wat ze allemaal hebben. Lekker. Terug bij onze kamers. En ik ben echt super moe. En ik moet wel lachen. Want ik zei bij het eten tegen jullie van nu zitten we eindelijk in de goede kamer. In de goede eetkamer. En we zaten weer fout. Maar het staat gewoon nergens aangegeven. Wij zaten dus weer in de eetruimte voor al het personeel. Maar wel gezellig gekletst met allemaal mensen. En ik pak al even mijn make-up remover erbij. Ik ga even lekker mijn make-up eraf halen. Maar ik moest wel lachen. Want we zaten dus gewoon allemaal bij personeel. Helemaal verkeerd. Echt super stom. Maar goed, ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ik ga lekker slapen. Ik zeg tegen jullie wel trusten. En zie ik jullie morgen weer. Oh my god, onze laatste dag al in Marrakesh. Time flies. Trusten. Kusje, tot morgen.